En natuurlijk de eerste rondes puntloos in het rond te rijden. En dan gaan we bellen. En hebben we heel, heel veel punten zometeen te verdelen. Met uiteindelijk natuurlijk het absolute overpunt. Kom even! En dan een bezoek aan de senioren heren. Als jullie het bij kunnen maken, laten we een area roken. Zoals we blij dat is dat niet. Dan zijn het hier natuurlijk veel dames, maar Krediet en De Vries, woonwagenmaker, zij melden zich aan de front van de wedstrijd. Weten dat het nog opmarkt zijn, maar dan al meteen hele zwaar. Ja. We hebben 69 punten te verdelen. Ja, het enige nadeel is, je kunt ze niet allemaal winnen. Ideale positie. Dat zal heel knap zijn. Met puntenpakken. Nee. Ronde wordt op 24. De dames op slagvolgorde. Ja. Weten dat elke inspanning misschien straks wel je nog meer punten kan kosten. Krediet. En dan hebben we de andere krediet aan de leiding. We gaan naar de 23. En daar kwam ik op tegen. En daar op dat we gaan bellen en vanaf dit moment is het punten. Punten. Heel veel punten. Straks dan naar die wedstrijd van dus natuurlijk op de hoogte. We gaan kijken zometeen wie de eerste punten van deze wedstrijd, dames en heren. Wie gaat zich zo positioneren? Laten zien. We zien het geel van Elma de Vries. Elma de Vries, ja, die weet natuurlijk hoe dat werkt, want deze ook op de baan. 81-117. Zelfs Hattenheim 2 staat op dat betekent 117, 1 punt voor Bo Wagenmaker, 2 punten, waar het ervan? Elma de Vries. Ik denk dat Valentina alles al heeft gezegd. Nee, nu niet meer, nee. Hij stuurde me gisteren, heb je nog bang over? Nou, heb je nog bang? En daar kan je de stekers ook voor gebruiken. Kijken we, nieuwe punten. 88, 81. Dat betekent ook dat Manon Kamminga zich hier meldt met 2 punten en aan de leiding is het Elma Vries met 3 punten. Ronde wordt op 20. Is het weer de dame in het geel? Die zegt ik sprint. Sprint mee. 88, 81. Kamminga, De Vries, allebei 4 punten. Bowagenmaker, 1 punt. Volgens mij dat moeilijker om een grote foto te maken. Dit is eigenlijk op 4 stond. Dat is goed. HB punt, ronde wordt op 19 bij de opkomst. Nogmaals, Elma de Vries van Onkamminga beiden op 4 punten. Elma de Vries sprint hier mee. Doet ze met krediet. Oei. Oei, oei. Twee
senioren. We hebben een eenzaam jurylid wat op jullie staat te wachten. De senioren en Riaf. Vandaag. Okay. 19. Ja, Helma de Vries, 5. Kamminga. Over 4. Meld zich hier, Noralie, Werber, Vonk, 38-88. Dus de Vries en Kamminga allebei op dit moment 5 punten. Boven de wagen maken 117. De Vries 6e, even kijken, 6 jullie stemmers. Dorry, Berber, Vonk, meld zich hier weer. 38-81. Even dat Berber, Vonk op 4 punten komt. En dan zijn ze weg. Met z'n vijfjes. Wat? Nee. Met z'n vijven zijn ze weg. Ronde wordt inmiddels op 16. Nou, best wel kunnen. Hartstikke goed. Ik zou hem ook zomaar aangekeken. 16 als de ronde nog te gaan in het Nederlands kampioenschap. Voor de C inderdaad. 88-81. Nummer 2 gaat. Niels is ook verlof. Niels, de shortrekker. Ja, verschil. 8, 7. Weer een grote groep bij, hè? Betekent nieuwe kansen, nieuwe prijzen, nieuwe punten. Roel wordt op 15. 15 rondjes nog te gaan. Zien we Berber Vonk daar sprinten. ...19-38. Betekent ook dat Bianca Rozenband zich op een puntenbord presteert. Wel aan de leiding nog steeds Elmer de Vries met 8 punten, Bian op de... Waarom kan men gaan? 7. Op de... Op 5 punten. Top 3. Nieuwe kansen, nieuwe punten. Kijken we naar de dames die wachten. Het wordt steeds langer wachten wanneer ze gaan sprinten. Lijkt het er nog op dat Manon Kamminga zich hier weer belt. 88-65. Negen punten, 8 punten, Elmer de Vries. Ik zal je meekijken. Ja, hij is speciaal voor je. Ja, de maanden moet hier naar. Achter zitten de punten dat 88-60. Ik denk dat Hendrik zich ook op het puntenbord neerstond en dat Manon Kamminga met 11 punten nu aan de leiding gaat. 8 punten voor Elma de Vries, 5 punten voor Berber Vonk. Ja, ja, dus het is bij boven. Ja, kijk, Linden is gewoon de club waar je net vond. Hier zit het geel van Elma de Vries aan de voorkant van het peloton. Hey, 80-35. Ja, ze hebben 5 minuten. Oh, dat is een beetje. Ja, het is een Dames hier zien sprinten, die sprinten af. Daar zien we dat er weer dames naar voren komen op punten te maken. Ah, dit is mooi! Ja,
11? Ik weet het ook niet. Je maakt het ontspannen. Buiten dat we de foto finish ook graag aan het werk houden. 10 rondes nog te gaan. Adistoe. We hebben geen leven. Sjaak Schipper, laatste oproep en reactie. Ja, Almar de Vries weer in het geel met Bert de Vries. Ja. Ik zeg gewoon tegen Jan, oh ja, ik vond het een flink lijfje. 38, 81. Ik heb een stukje maar anders. Dat Berger vond op dit moment met 7 punten derde plek. Elmar de Vries, 12 punten op de tweede. Meroen Kamminga, 13 punten op de eerste plek. Virtueel, prachtig woord. Is het Bo Wagenmaker die zegt van ja, jullie kunnen wat, ik ga er gewoon vandoor. Dame met 117 had al 1 punt. 117 en 19. Dat betekent dat Bo Wagenmaker en Bianca Roosboom allebei op 3 punten staan. Bo Wagenmaker trekt door, Bianca Roosboom sluit aan en die zegt Toedeledokie, ga je mee, want anders ga ik alleen. Reactie daarachter. Natuurlijk. Is het Bianca Roosboom, die zegt die 2 punten, die wil ik hebben. Zit dat in binnen te rijden? 19 op 117. Ja, dan is dat niet zo ver meer. Hoe moet zelf gaan? Daar komt er weer een nieuw treintje aan. Zoveel treintjes, de NMS op die regeling had, zou het mooi worden. Kijken we naar de dames hier richting start finish. Wie pakt hier die 2 punten? Wie gaat hier voor die 2 punten? 19. Bianca Roosboom komt op 7, 38, met bevolk op 8. Hartstikke leuk. Ah, is het Elma de Vries die al deed? Ik wil ook nog puntjes. Staat natuurlijk goed en zit er nog, kom ik een beetje opgesloten. 81-129. Dat betekent dat Elma de Vries. Elma de Vries 14 punten, Manon Kamminga 8 punten. Terwijl we daar ook Bianca Roosboom zien. Rondebord op 5. Ja, het grootste aantal punten zijn al weg. Maar ja, nu gaat het erom. 2 punten voor Bianca Roosboom. 1 punt voor Elmar de Vries. Je zei het nog. Kijk nog, mijn punt. Ja, 15 punten Elmar de Vries. 13 punten Manon Kamminga. 9 punten voor Bianca Roosboom. En dat doen we allemaal. Doen we 8. En 8 voor Fonke zit er ook nog bij. Ja, en ze weten nu dat ze Bianca Roosboom eigenlijk niet kunnen laten gaan, want er zijn nog veel punten. Die pakt er weer 2. Staat op 11. Kijken we hier 1 punt pakt. 135. Dat is van Maren, ook op een punt. En als Bianca Roosboom staat op 11 punten, als ze deze punten pakt, dan staat ze virtueel op de tweede plek. Ja, er zijn nog veel punten.
Hier zien we Bianca en Rozenboom. 1-0 op de knieën, andere hand los, pakt wel weer 2 punten. Staat er 13. Ah, en daar is Elma de Vries. Pakt hem op de punt en komt op 16. 16, 13. En dat doen we allemaal uit het hoofd, hè? Allemaal uit het hoofd. Elma de Vries is vliegen. Elma de Vries is aan het vliegen. Die denkt van ja, je kunt er wat. Ik hou van Nederlandse titels en ik wil het nog meer. Zien we hier eerst Bianca Rozenboom. Zij ook knap, hè? Knap aan het rijden. Pakt weer punt hier. 2 punten voor Rozenboom. Komt op 15. Bianca Rozenboom op 15. Elma de Vries op 17. En ze rijden ook echt gewoon vol tegen elkaar. In deze ronde zijn er geen punten. Dat betekent dat er zometeen nog 3, 2 en 1 punt zijn. Ja, maar Esther zit nu nog op de midden eraan. Het verschil is 2 punten. Het verschil is 2 punten. Dus als de situatie zo blijft, dan gaat Elma voor goud. En Bianca Rozenboom voor zilver. Ah, dat is mooi. Dan zien we erachter ook reactie. Bel voor de laatste ronde, Bianca Rozenboom. Elma de Vries. Krediet en Elma de Vries die zegt, ik wil Nederlands kampioen worden. En dan wil ik ook als eerste hier over die lijn komen. Oh, dit is slecht. Bianca Rozenboom de trouwens. Nee, dat kun je niet zeggen. Kijken wat daar gebeurt. Elma de Vries. Elma de Vries. Hoor met Bianca Rozenboom. En dat betekent, dames en heren, dat ze dit weer...